Ik ben Marcia. Dit is Skintastic. Misschien denk je wel, nu je nog jong bent, dat je geen anti-verouderingsproducten nodig hebt. En dat het alleen voor oudere vrouwen is. Dat is helaas niet waar. Hoe eerder je eraan begint, hoe langer je ervan profiteert. Daarnaast is het belangrijk om een dagcreme met SPF te gebruiken. En dat doen we echt nog veel te weinig. Vandaag vertel ik je hoe en vooral waarom je dit toch moet doen. Je huid verandert al op jonge leeftijd, vaak net na je 25ste. En nu gaat het niet meteen om diepe rimpels, maar meer om verslapping en veroudering van je huid. Een hele grote factor is de zon. UV-stralen zorgen ervoor dat de huid vocht verliest en uitdroogt. En deze stralen zijn de grootste boosdoener van zichtbare huidveroudering. Gebruik dus niet alleen SPF als je de zon ingaat, maar juist elke dag. Je moet het slim aanpakken. Het begint allemaal met een goede, vochtinbrengende dagcreme. Stap 1. Was je handen. Maak je gezicht vochtig met lauwwarm water, zodat je poriën openstaan, waardoor je huid de crème beter opneemt. Pomp een beetje van het flesje op je handen. Gebruik niet te veel, dat is zonde. Breng de crème aan op je vochtige huid en vergeet niet je hals. Het mooie van dagcreme is dat het ook zorgt voor een mooie egale huidstructuur en dat het ook de tint van je huid egaliseert. Bij SPF moet je nou niet meteen denken aan zonnebrandcreme. Dat is vaak heel vettig. Maar SPF in een dagcreme is makkelijk te verdelen en deze voelt niet dik aan op de huid. Deze dagcreme is factor 30. Zo verzorg en bescherm je huid in één simpele stap. Nu staan er op de labels altijd heel veel werkzame stoffen vermeld. Maar wat betekent dit nou precies allemaal? In heel veel crèmes, ook in deze, zit niacinamide. Dit helpt bij een droge huid en zorgt voor de aanmaak van natuurlijke huidvetten. Doordat niacinamide een licht exfoliërende werking heeft, worden dode huidcellen verwijderd en wordt je huid op een natuurlijke manier vernieuwd. Niacinamide heeft ook ontstekingsremmende en kalmerende eigenschappen en beschermt ook weer tegen UV-straling.